Vandaag gaan wij films en foto's en documentaires tonen in de Sint-Hubertuskerk. En iedereen is welkom. Wat we doen met Berchem Creatives is leegstand verbinden met creatief ondernemerschap. En we proberen zoveel mogelijk creatieve hubs in de buurt in te vullen met nieuwe creatieve initiatieven. Dus ik heb een reeks voor Humo gefotografeerd 2 jaar geleden over strafpleiters. En toen ze mij vroegen om hier een aantal beelden tentoon te stellen, heb ik die reeks eruit gekozen omdat het mij wel gepast leek om een reeks over moord en schuld en boete in een kerk tentoon te stellen. Het leuke aan de locatie van vandaag is het geeft eigenlijk zo een zekere vorm van sacraalheid. Dat is eigenlijk een extra laag op je werk dat je creëert door de omgeving waarin dat je het laat zien. En dat vind ik toch wel heel interessant aan een project zoals vandaag. Ik ben hier opgegroeid, al 36 jaar, maar ik ben hier nog nooit binnen geweest. Ik ging alleen daarnaast. Naast de kerk was een klein stripbibliotheekje en daar ben ik wel vaak geweest. Maar de kerk zelf heb ik vandaag was de eerste keer dat ik daar bewust binnen trad. Dus het was wel een openbaring voor mij. Ja, we vinden het fantastisch wat Berchem Creatives doet en proberen om de panden terug te doen leven en die terug een bestemming te geven. Want er zijn heel wat creatievelingen en het is vaak ook gewoon een kwestie van ruimte die je goed kunt benutten.